Sander Kloos, toch wel? Ja, onder andere Stanley. Dat klopt. Sander Kloos is de man die zometeen de trainer van Dossé als laatste bij de microfoon komt. Maar ik heb nog twee andere mensen. En uiteraard de aanvoerder van Dossé, Rodney van Klooster. Maar de nieuwkomer, dat is Kevin de Haas. Kevin, je bent overgekomen van de Bild, FC de Bild. De eerste competitiewedstrijd. Je hebt natuurlijk al 3 wedstrijden meegemaakt voor de beker. De eerste competitiewedstrijd, dat was een zware, hè? Ja, Lopik is geen slechte ploeg. En verdedigend hadden we het eigenlijk wel goed op orde. Maar aanvallend hebben we eigenlijk te weinig kans gecreëerd voor ons doen. Want in de beker kwamen we de hele tijd door. En ze hadden goede snelle backs. En daardoor was het lastig om kansen te creëren voor ons. En als je dan de eerste helft kijkt, ja, Lopik had misschien wel de betere kansen. Waar lag dat dan in het spelbeeld aan jou dan, denk je? Nou, we hadden het op middenveld, waren de ruimtes eigenlijk te groot. En nou ja, het stond eigenlijk met een andere centrale verdediger. Dus was ook zoeken en de hele tijd coachen. Dus dat maakte het gewoon lastig voor ons. En het veld speelde ook wel, mag je nooit eigenlijk de schuld geven. Maar het veld was niet optimaal voor ons om ons eigen spelletje te spelen. Als je dan kijkt naar de uitslag, 88e minuut, sta je gewoon ervoor met 1-0. En dan, bam, dan ga je toch de Bietenbrug op. Ja, een scrimmage eigenlijk voor de goal. En de spits van Lopik heeft eigenlijk een vrije schietkans. En dan probeer je eigenlijk nog het schot te blokken. Maar ik tikte net de aanval ermee. En scheids geeft hem heel licht een penalty voor Lopik. Terecht, denk je? Nou, was er geen terechte penalty naar mijn inziet. Maar uiteindelijk misschien wel gelijkspel was verdiend. Dat zeiden wij in de uitzending ook. Als je kijkt naar jouw eigen spelbeeld, Kevin, je hebt terug van, of even terug, je bent van FC de Bild. Grote verschil om hier te spelen? Nou, valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk als ik nu kijk naar mezelf, ik sta nu centraal in de verdediging. Ik ben altijd back geweest, maar centraal is gewoon was wennen. Maar in de voorbereiding en in de beker is het gewoon goed gegaan. En ik krijg veel vertrouwen van het trainen. Het gaat gewoon goed. De jongens, het elftal pakken er alles goed op. Er zit veel potentie in deze groep. Dus het gaat helemaal goed komen dit seizoen. Dossé mag wel iets van jou verwachten? Dossé mag zeker wat van mij verwachten. Ik ben veel aan het coachen. Ik koop eigenlijk best wel veel ervaringen al in eerste elftallen. En dat hoop ik gewoon over te brengen op de jonge jongens. En dan gaan we een mooi seizoen tegemoet. Ik zeg Kevin Haas, een lekkere pot gespeeld vandaag. Nou, dankjewel. Goed, dat was Kevin Haas. Dat is de nieuwe man van FC de Bild die gekomen is bij Dossé. En natuurlijk uiteraard naast mij en ja, ja je gezicht staat een beetje op onweer, Rodney van Klooster, de aanvoerder. Pot voor de dikkie, 88e minuut. Ja, dat is vaak tegen Lopik. Ja, ik vind, voelde als een verlies. We hebben 1-1 gespeeld. Maar inderdaad, 88e minuut geef je het zo weg. Dan vond ik niet dat we aanspraak maakten op een overwinning. Want, ja, Lopik stond gewoon als een huis. Ik denk dat het gelijkspel wel verdiend is. Alleen als je hem dan in de 88e minuut weggeeft, dat is zonde. En helemaal op deze manier. Als je kijkt naar het wedstrijdbeeld, eerste helft voor Dossé, of zeg je van hey, Lopik was toch degene die de meeste kans had? Ja, ik vond het niet echt kansen wat zij creëerden. Het waren scrimmetjes of afstandsschoten die gevaarlijk waren. Ik denk dat de grootste kansen voor onszelf waren, en met name voor mij. Maar 0-0 bij rust, ik denk dat dat gewoon terecht is als je kijkt naar de eerste helft. Als je kijkt naar het spelbeeld en je kijkt naar het team. Je hebt twee nieuwe spelers van FC de Bild erbij. Robin, jij hebt gezegd van ik blijf lekker bij Dossé voetballen. Dossé is sterker geworden, denk ik. Nee. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker. Maar dat doe je wel de jongens die weg zijn gegaan wel tekort, vind ik. Robin en Norbert die nu in Ghana zitten en Misha die er dan nu niet bij is, die zijn voor Dossé ook heel sterk. Natuurlijk zijn we blij met de twee jongens die erbij zijn. Heel blij zelfs. Maar ik vind wel dat je de jongens die nu er niet zijn wel tekort doet. Je had een paar mooie kansen, toch? Ja, zeker. Ja. Het is altijd zuur als je die dan nog om zeep helpt. Maar weet je, het ligt niet alleen aan mij natuurlijk. We spelen met 11. Maar ik ben altijd wel erg kritisch op mezelf. En die hadden er gewoon zeker eentje had erin gemoeten. Wel tevreden over het wedstrijdbeeld. 1-1 terecht? Over de uitslag, als ik dat vergelijk met het wedstrijdbeeld wel. Over het algemeen zijn wij veel beter dan Lopik en Kevin had het al even aan, het veld. Ja, we mogen het niet zeggen, maar weet je, we spelen vorige week of 2 weken geleden hier thuis een wedstrijd op een perfect grasveld. En het gaat een keer regenen en we gooien er pillen op en we krijgen dit. Ja, dat maakt me ook wel boos eigenlijk, want wat is dan, je snapt dat Dossé een grote club is en je kan die kinderen niet eruit gooien. Maar voor ons maakt het dat wel moeilijk, maar geen excuus voor dit gelijkspel.
Ik heb in de wandelgang gehoord dat zij misschien kunstgras volgend jaar. Nou, laat me komen. In de winterstop. Daar ben je blij, daar ben ik heel blij. Zeker omdat we er ook op trainen. Dus is voor ons, ja, weet je, we willen graag tikken, we willen voetballen. Ja, je merkt toch dat het hier met dit veld, dat we het niet durven. Het is, ja, en het gebeurt wel iets, maar bij vlagen. Niet, vandaag helemaal niet. Goed, Rodney van het Klooster, de aanvoerder van DOS C. Jammer, het is een 1-1 geworden, moet ik zeggen. Ik moet opschuiven. Sander Kloos, trainer van DOS C 1. Moeten we blij zijn met 1-1? Nee, daar moet je niet blij mee zijn. Wij spelen voor de overwinning. Dus je moet niet blij zijn met 1-1. Zeker niet als je na 1 minuut van tijd ook gewoon voor staat. Wat ging er door je heen toen je in de 88e minuut die penalty? Ik kan niet alles op de radio zeggen, toch? Dus dat zou ik niet doen, Sander. Nee, dat doe ik ook niet. Goed, als je het wedstrijdbeeld kijkt, de eerste helft was voor Lopik, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je wel zeggen, maar ze hadden wel een paar goede kansen. Uit de tweede lijn, vooral bij spelervattingen. Maar op zich stond het prima. En wij hebben zelf natuurlijk ook hele mooie uitgespeelde kansen gehad, die we niet benutten. En we hadden allebei fases. Dan was het weer 20 minuten voor ons, 20 minuten voor hun. Al met al, ik had niet echt overtuigd dat één de bovenliggende partij was. Als we kijken naar de voorgaande wedstrijden, dan heb ik het over de bekerwedstrijden. 3 maal op een rij gewonnen, mooie uitslagen, chapeau. Had Sander Kloos vandaag gedacht van, we rammen hier, loop ik even omver? Nee, dat dacht ik niet. Wij weten donders goed dat we echt goed moeten zijn, willen we in de competitie punten pakken. En dan moet je niet blind staan tegen de vierde klasses tegen wie je hebt gespeeld. BFC heeft wel een hele goede wedstrijd gespeeld en ook teruggekomen. Vorig jaar ook maar 1 punt gepakt van Lopik, dus we weten ook wel dat dat een ploeg is op de manier hoe hun spelen. Met 2 spitsen en dan nog een bepaalde vorm van het middenveld. Dat zijn wel een beetje zoekende in. Ja, en er werd ook wel gerefereerd. Misha nog even op vakantie, Robin niet. Prima dat je dan, ja, niet als excuus wil gebruiken, maar wel dat je dan daarin even zoekt. En dan ben ik eigenlijk alleen maar heel content hoe het verdedigend hadden staan, dat die veldbezetting klopte. Dat er meer gecoacht wordt. Dus ik zie wel heel veel positieve dingen. Maar als we de balbezit hadden, ja, Rodney die verklaart wel een beetje. Soms probeerde het wel. Maar dan staat je net van je voeten of het rijdt je weg. En als de tegenstander wel echt goed doordekt, en dat deden ze, ja, dan is het ook heel lastig voetballen. 2 nieuwe mensen ingepast. 2 mannen van FC De Bilt. Content mee? Heel content mee. Ja, zeker. Absoluut. Allebei bij een eigen club een andere positie gespeeld. Gewoon, ze passen zich goed aan in de groep. Hè. Dus het is altijd een beetje, ik ben bij één club al gewend, hoe gaat het werken bij een andere club. En vertalen dat ook steeds meer naar een veldspel. Ik ben er wel blij mee. Trainingskamp gehad in Zeeland. Echt een neuzen vooruit voor dit seizoen? Ja, neuzen vooruit zeker. Ik bedoel, vorig jaar begonnen we het seizoen en toen waren we al lang blij dat we niet in de vierde klas speelden. Hè, dat we degradatie ontlopen hadden. Dan maak je bepaalde ontwikkelingen in het seizoen door. Je wordt verrast het vierde. Ja, dan heb je nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ja, dan staan die neus wel de goede kant op. En dan merk je ook aan trains op hoe je die beker speelt en de organisatie eromheen. Dat is wel meer op het linkerrijtje gericht is dan op het rechterrijtje. En dat we die ambitie hebben en dat het bij de groep past. En daar we er ook echt keihard voor knokken. Het is een leuke groep, hè? Ik denk Sander Kloos blij met dit team. Neuzen vooruit. Mooi seizoen tegemoet. Ja, ik heb heel veel vertrouwen in dit seizoen. Echt waar. Ik kan ook zien hoe het vandaag staat. Een beetje pech, hè. Ik bedoel, het is een van de wedstrijden waar we aanvallend toch heel weinig gecreëerd hebben voor ons doen. Dat het allemaal net even niet lukt. Ja, die hebben er wel eens tussen zitten. Maar als je 1 minuut voor tijd ook nog gewoon voor staat, dan heb ik al vertrouwen in. Je krijgt van, hè? Ja, noem het me even niet, maar ik ga naar een dorp toe waar ik even op zoek in de kaart. HSSC 61. Ja, waar komen die vandaan, zeg. Dat was slot zat ook, zij is ook al naar op zoek. Dat is het nieuwe. Sander, ik wens je heel veel succes. Mooi seizoen en maak wat moois van. Laat de mensen lekker juichen hier in het dolle. Goed, we gaan terug naar de studio, naar jou Stanley. Dankjewel. We hadden hier bij ons Kevin de Haas natuurlijk. En de aanvoerder van DOS C, Rodney van Klooster. En de trainer van DOS C, Sander Kloos. Hey, Walter, bedankt. Ja.